Ja, en hier is weer massa positivo. Een ademslot in je auto, een snelheidsbegrenzer, alles om de automobilist tegen te werken. En ook bijvoorbeeld dat je je mobiel eigenlijk bijna niet meer kan gebruiken. Met WhatsApp, mailtjes sturen, sms'jes sturen. Nou, dat laatste, die laatste drie punten die betrekking hebben op je mobiele telefoon in de auto, daar sta je gewoon volledig achter. Sterker nog, dat juich ik alleen maar toe door de enorme veel ongelukken die er natuurlijk gebeuren in Nederland. Laten we dat vooropstellen. Dus dat is gewoon een heel goed plan. Maar een ademslot en zelfs een snelheidsbegrenzer, dat slaat echt alles. Mensen zeggen, waar zijn we in godsnaam mee bezig? En sterker nog, ik denk, er zijn natuurlijk miljoenen auto's in Nederland. Denk je nou echt dat je daarmee het autoverkoop stimuleert? Dat mensen nog meer auto's gaan kopen als je ook nog een keer allerlei beperkingen op je auto hebt. Bijvoorbeeld door het stel dat je een hele mooie Porsche koopt, is maar te veel gevraagd. We hebben het natuurlijk over een hele dure en exclusieve auto. Maar je kan het weten, ik heb er acht Porsches gehad. Maar dan heb je 400 pk met zo'n auto en dan zit er snelheidsbegrenzer op voor de algemene veiligheid. In Nederland te stimuleren en ook te waarborgen. We juichen het alleen maar toe natuurlijk, minder ongelukken. Maar dan heb je een waanzinnige auto, BMW, Mercedes of wat dan ook, een Lexus. En dan mag je maar 130 of 140 km per uur. Ik ben ervan overtuigd dat dat enorm veel geld gaat kosten. Steeds meer mensen gaan minder een auto kopen en volgens mij moet de geldkist van de overheid ook gespekt worden. Dus je zorgt er gewoon voor dat mensen minder snel geneigd zijn om een auto te gaan kopen. Of tenminste, die een beetje snel is. En nogmaals, de maatregelen die getroffen worden, of althans dat is het plan van de overheid, om voor veiliger rijden en dat er minder ongelukken gebeuren, dat juich ik alleen maar toe. Maar ademtest en ook nog je snelheid kunnen beperken. Wat is het volgende? Zo werd natuurlijk jaren geleden de elektrische auto gestimuleerd. En had je gewoon minder bijtelling. Maar ook dat is binnen een paar jaar weer voorbij. Dus het belastingvoordeel voor mensen en ook voor ondernemers, dat is natuurlijk niet meer van toepassing. Of wat natuurlijk dat voordeel wat je hebt, dat wordt natuurlijk steeds minder. Dus elektrische auto's of een combinatie ervan met hybride. Ook dat wordt natuurlijk minder en minder en minder. En dat is nou niet echt bevorderlijk voor het verkoop van auto's in Nederland. En volgens mij, het is een kip of het ei verhaal. Je kan wel al die maatregelen gaan treffen. Maar minder auto's, minder benzine, minder belasting. Er komt gewoon minder geld in het laadje. Ik vind het een raar verhaal. En nogmaals, we gaan het beleven. Ik heb er geen invloed op. Heel Nederland niet, de bevolking niet. Maar daar wordt natuurlijk nog wel het een en het ander over besproken. En dat heeft nog wel een staartje. En dus dat denk ik het laatste woord ook nog niet over gezegd. Ik denk dat als dat echt doorgedrukt wordt door de overheid, de ANWB of andere organisaties die daar dan wel denk ik wel iets van over gaan zeggen. Sterker nog, ik denk dat ze daar wel actie over gaan voeren. Ik vind het een waardeloos idee, een onzin verhaal, een broodje aap verhaal, om het zo te zeggen. Een broodje aap, en daar wil ik het eigenlijk mee afsluiten. Maar mijn mening is gewoon, het is gewoon een te zot voor woorden. Wat is jouw mening over de plannen van de overheid om nog meer de automobilist? Wij zijn al wel melkkoe. Maar wat vind jij ervan van al die maatregelen die de overheid wil treffen? Er staat overigens in de kranten genoeg over, is er over te lezen. Maar wat vind jij ervan? En wat vind jij? Wat voor maatregelen kan jij je wel in vinden? Laat zo zeggen. Ik kan me bijna nergens in vinden. Alleen wat ik al zei, het terugdringen van het feit dat mensen steeds meer in hun auto hun mobiele telefoon gebruiken voor alles en nog wat. Zelfs de chatten met hun schoonmoeder of met een vriendin of met de hond.
dat kan natuurlijk niet. En daar betrap ik mezelf ook wel eens op, hoor. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Ik doe het ook niet altijd goed. En ik geef ook niet altijd een goede voorbeeld. Maar ik wil wel graag een discussie uitlokken. Met deze dan. Wat jij ervan vindt. En wat is misschien jouw oplossing. Maar voor veilig verkeer in Nederland. Minder ongelukken. En, ik zal gewoon zeggen. Minder auto's op de weg. Hey, dan heb ik misschien toch de overheid wat ze wil hebben. Minder auto's op de weg. Door al die drastische maatregelen. Zorg wel voor minder ongelukken. Misschien is dat dan toch de oplossing. Ik ben benieuwd. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En blijf me volgen. Abonneer je op mijn YouTube kanaal. Marcel Positivo. Nieuws brengen vandaag. Dat zal ik heel erg waarderen. Inmiddels bijna 430.000 keer weergaves van mijn filmpjes. En ja, pluk de dag. Iedere dag, daar sluit ik het vaak mee af. En ja, maak er gewoon wat moois van het leven. Dat doe ik namelijk ook. Hè. Neem het leven niet al te serieus. En zeker als je de plannen vaak van de overheid hoort of ziet. Ja, dan neem ik dat ook niet altijd serieus. De groeten. En ja, ik ga je spreken.